Zal het al zo te zien. Oh, niks aan. Het was wel een aardig intens gevecht. Ik kan het meeleggen, maar. Liggen jou. Vond het niet zo interessant eigenlijk, hoor. Weg. Een beetje boring, hè. Twee vingers in de neus. Ik ben er niet eens doorgegaan, gek. Ja, dat komt op mij. Ik heb die even je afgehouden. Nou, een of andere reden vinden ze mij altijd heel lief. Ja, dan kom je gewoon door over... Hoe noemt ze ook weer? Overagroen? Ken je die term nog ergens van? Ik wil... Ach, die mobs moeten niet aanstellen. Dat stelt toch niks voor als je die keer achter elkaar voor 1,2 miljoen gekrit wordt. Oh ja, ik heb maar eens gek. Packs in Homestead, die ken ik helemaal niet. Wat is dat dan? Oh, 13 minuten voor goud. Oh, dus dat pak die maar aan. Coco Chris, oh wacht, ik geef nog wat. Die kan ik wel. Paul McGinn. Page me op moment. Ja, ik wou kijken voor die andere shotgun, hè. Deze. Dan als secondary pak. In plaats van die LMG. Gaat die wel levelen. Waren. Doe 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 doe. Al op, verkeerd. Ik moet even kijken hoe dit die damage gaat. Een drop op tafel, hè. Die zweeft. Eens goed kijken. Deze kant zweeft. Ja. En maar klagen dat die boetes tekort komt, dus schiet ze godverdomme hier het kamp weg. Ja. Ik heb het gevoel dat mijn broek trouwens te groot is. Ja, veel mogen op die. Beetje heel raar. Terwijl op zich, als jij een shirtje aan hebt, een lang shirt, dan kloppen de verhoudingen wel, want je hebt je shirt en je broek. Maar zo met dit topje, dan zeg ze van, ik klopt iets niet. Ja. Het zweeft, zeiden we. Tafel. Cool, laat gaan. Pak wat. Pak eens Paxi Homestead of zo, die kun je 13 minuten doen. Ik heb die nog niet gedaan, volgens mij. Jawel, die heb je wel gedaan. Pak wel die best, joh. 15? Hou dat, denk ik. Je hebt mij op sleeptouw, hè? I just one way to find out, dat zou ik zeggen, toch? Nee. Groef. Niet hoe lang ik hier ga leven. Allemaal op zilver, hè? Ik bedoel, op zilver hebben we nog altijd 12,5%. Ja, fair enough. En ik weet niet hoe Pascal er aan kijkt, maar ik heb voornamelijk de dingen nodig. Ik heb de legendaries nodig. Ja, maar ook de punten, denk ik, of niet? Alles. Ja, ook. Maar vooral legendaries. Z-items is eigenlijk de enige manier om ze te krijgen, zie je. Ja, ik moet echt z-items hebben. I'm not the only one here. En één waar de portals op zitten. Ja, yep, maar dat moet ik ook hebben. Alleen ik moet hem niet gedist hebben. Dan ben ik heel erg happy. Ik ook, want dan gaat mijn survivability heel hard omhoog.
Zo. Ik weet niet wat mij daar raakte. Oh. Oké, hi. Het was best gezellig daar. Auwee. Had ik nog één hitpoint over van een hit van hem. Die balance dan. Ik weet wat dat is. Geen idee. Iets wat slaag wil hebben. Goed gedacht. Vogels. Ja, het waren heel veel cirkels. Kun je razen? Ja, maar ik wacht heel even. Voor ze neer. Easy. Niks gebeurt. Oh ja, tuurlijk. Ik duik meteen in de laserbeams. Dit is een healer waar ik op het schieten ben. Hoe heet die? Warlord. Sam. Ik ben down. Ja, er staat nog een healer. Die andere Wolof. Die skirmisher, dat is ook een healer. There's barrels in the farm. No sign of the survivors. No sign of the survivors, nee. Wie waar deze leven naar komt, maar. Het zijn barrels. Wow, dat zag cool uit die granaat. Niet wat dat was, maar.
Oh, Vortex, wel fijn. Strakendag. Shit. More incoming. God, ik heb koers nodig. Oh, oh, er is een heel klein hokje. Oh, kom jij niet? Damn, die kwam snel aangerend. Kom zo, hoi. Oh, doe eens gaan. Ik weet niet wat er met mijn shotgun aan de hand is. Normaal schiet hij niet zo snel. Het is om je te vriezen. En de rest van de irritant. Kan niet die destroyer zijn, denk ik. Dus normaal doen die dat niet. Geen Vortex. Cooldown. Ga de kleine ventjes killen. Fikkie. Ik denk dat mijn game denkt dat ik mijn tweede shotgun vast heb. Wisselen. Ja, inderdaad. Rechtsonder veranderde die niet, maar... Die allemaal best al daar. Och, daar heb je het. Jop. Well done, you found a pod. You're gonna give me a hard time for it, aren't you?
Oh, oh. Sterf. Dank u. Twee puppies. Oké. Os. Ja, zie. Nou, we hebben niet gehaald. Zet snap zelf op. Ja, maar we moeten de baas nog een keer, hè? We zijn er nog lang niet. We moeten hem nog in gilden. Verdomme, dat niet, Roy, sorry. Dan sta ik zelf op. Ik denk, wacht even, voor hetzelfde geld lukt het. Komt al die poison shit vanaf. Ah, nou, en ben we down. Nou, ik kan zo niet eens, man. Call up. Oh, hier ook een. Au. Dat is één. Dat is twee. Allemaal behalve. Oké. En daar komt de baas. Komt goed uit, want ik heb geen special bullets meer. Ik hou over die boel.
fucking volgers, man. Ja, ik heb er eentje. Er zit er nog één. Yes. Nou, hoeven we alleen maar de baas raken. Nou, niet. Ja, als hij dat, dat handje doet, net zoals in de campaign, dat is echt... handig. Ik weet niet wat dat rode om hem heen doet, maar volgens mij word ik daar ook niet heel vrolijk van. Survivors found a pod, but they got caught. Was over. Not. Hij was wel 15, hè? Whatever you can recover from that pod, we'll use it to honor those poor lost souls. Dat was best pittig. Ik wou net zeggen, ik heb best warm. Hey. Dat was een goeie. Maar hoe is dat? Ik ben Ledgy in. Je bent lucky, ik ben lucky hoor. Ja, een pistool volgens mij. Dat is lucky, dat is toch een handpistooltje of niet? Ja. De pinball op. Op lucky. Pinball. Oké. Okay. Die heb ik inderdaad. Ja, ben je al lucky geweest? Ja. In de campaign heb je dat spelletje met Lucky. Oh, kijk. Dat ik ze acht keer op mijn snuffert heb gelegen. Ja, je moet eigenlijk een beetje je best mee gaan doen, vind ik. Ik heb je gezegd wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb. Zie je gewoon de fuck niet op. Weet je hoeveel kogels ik nog over heb? Ik al mijn clips. Ik zou je zeggen dat ze van mij een aparte fabriek hebben moeten opstarten om kogels te maken. Ik sta nog steeds wat te kijken dat ik zo lang doe met mijn shotgun, zeg maar. Ik gebruik alleen geen tabroplet en toxins hebben we ook niks aan. Okay. Blauw hadden we hier nog. Daar hebben we. Het pinball is best vet hoor. Kijk, every keer dat ik een shot drinken, zijn er 4 enemies binnen 5 meter radius, dealing weapons damage, double base damage. Dat is echt gewoon de firepower damage, niet? 7 crits, ja. Ja, crit doet, dat ding heeft 70.000 base damage. Dus dan doe je 4 enemies 140 keer damage. Dat is eigenlijk niet verkeerd. Ja, binnen een 5 meter radius. Dus als er een brokmodder staat, raak je helemaal niks meer. Die is 5 meter alle kanten op. Geen idee hoe groot die is, maar... Groot genoeg. Dat denk ik ook wel, ja. Ik heb mijn gun upgraden. De andere gun. Gun kan ik niet op. Upgraden. Heb je die allemaal zo allemaal helemaal upgegraden? Was? Nee. Ik merk dat ik steeds vaker ammo issues heb.
Die lange gevechten. Zal ik mijn tweede wapen ook in ieder geval op max keer hebben, max level hebben. En dat heb ik nou. En ik moet die bleekzoors, trouwens, die moet ik nog naar level 50. En ik ben mijn keer allemaal op 50. Netjes. Met damage in de buurt gaat komen. Dat spannend, dat vind ik dan wel weer minder, maar... Goed, een Thunderbird is eigenlijk toch een wapen waar ik mee ga rondlopen, dus... Ik alleen foto's op krijgen. Echt bizar werk. Ik ga nog even kijken of ik wat... Altijd een stop heb, doet gewoon 25.000 nou, check. Wat denk ik kan doen, wat skill points. Niet. Hoeveel damage doet die kinetic stomp nou eigenlijk? 232.000 damage. Dat is niet verkeerd. Hoezo moet je Thunderbird hebben eigenlijk? Omdat die ultimate storm web moet hebben samen met Fortress. Ja, of je moet de storm web op dead shield zetten, maar ja, dan heb je een shotgun. Dan heb je een shotgun. Nou, hoezo... Ik zou juist voor jou denken dat je meer hebt dan die kinetic shot. Nee. 4 seconden kinetic stomp. Dan doe ik 4 keer zoveel damage. Weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat level 50 stormweb doet. De gun zelf, Thunderbolt is qua gun beter. Er zit dan een close range damage op. En er zit er ook die andere uiteindelijke dingen op. Crit damage. En die andere zit armor piercing op en armor piercing op. Ja, ja, die is wel. Armor piercing is hetgene wat jij net nodig hebt. Nee. Ja, want de Devastator is de enige klas die geen armor voorbij gaat. Oeh. Dat klopt, maar de damage hier van dinges krijg van Storm hebben een andere. Storm hebben is een hele goeie. Ja, oké. Okay. Dat is even vers 2 mee op. Allebei kun je allebei krijgen. De ene heeft Stormweb, de andere heeft Fortress, dus dat maakt even niet uit, hè? Ja, weet je, maar joh, niet uit. Ik hou ze toch allebei in een kans. Ik zet het goed op allebei, dan zie ik vanzelf wat het beter is. Ja, we gaan ze gewoon proberen. Nou, we hebben een aanbieding, Chrisje. We hebben een Frontline. Boomtown. Stargrave. Scorchlands. Een Frontline op 14 of zo. Scorchlands ging Scorchlands net goed. Hij doet die massa 15. Oh, gods. Ja, maar die was wel zo open. Dat was gewoon niet cool. Hang uit. Hier heb je in ieder geval wel de kans om genoeg bazen neer te leggen. Ja, daar ben ik je heus eigenlijk niet blij mee, hè? Ik heb hier een pijn gehoord. Oh, fuck. Camp is suffering a water. Dat snap ik, dat je zonder op dat ding van jou. Hoe ze kraft je dan niet die storm hebben op? Pas. Wat je nou hebt? Heb ik stormen op gekraft? Tier 3? Ja. Maar ik moet foto's hebben, dat is degene wat ik moet hebben. Dan gaat mijn damage lukken, want ik krijg 45% op mijn fireball erbij op mijn totale armor. Ik heb meer dan 220k armor gekregen. 45% ervan, hè. Dat is meer dan 110. Meer dan 110k firepower. Dan weet ik alleen niet of daar nog een max aan zit. Laten we dat ook even bij zeggen, maar ja. Het klinkt niet heel cool. Ja, de trickster builds die zitten rond de 43% extra damage dan op dat moment. Kun je nagaan als ik nou al voor 1,3 miljoen crit.
Heroetje, jongen. Wat ben jij aan het levelen? Of wat ben jij aan het spelen, laat ik het zo zeggen. Ik heb een Pyromancer level 30 en een Trickster. Pyro. Ja, die heb ik ook eentje. Dat is de eerste die ik levelde. You see me? Now you don't. Ow. Ik ben alleen nog... vriendelijke beestjes, Chris. Zo, hij is gesloten. Alles is solo lastig, Roach. Allemaal. Deze ook. Ja, ik ben ook een beetje een rook, hè. En Pyro is een glass cannon, dus ja. Dan moet ik eerst betere gear voor. We zijn nu ook tier 15 aan het doen, maar ik kom nog een beetje gear levels tekort. Mama is boos. Cross the beams. Reload. Ik solo tier 8 en 9. Ik weet niet wat ik nou aan kan met gear wat ik de laatste paar levels heb gekregen. Ik moet nog een aantal upgrades hebben. Zo. 1 set bonus piece. Die ik niet heb aan een wapen. Dan kan ik mijn beeld pas afmaken. Dan gaat het een stuk beter waarschijnlijk. Dat zijn toch tier 1 mods voor je uptime. Het is op collar. Op je life leech. Alles wat je asht. Wacht, ik zal dadelijk mijn pyro wel laten loggen. Ik heb 100% uptime. Ik verlies op mijn pyro nooit mijn buff. Dat zijn gewoon tier 1 mods. Moet ik wel zeggen,
Mijn LMG heeft perpetual mobile. Dat helpt ontzettend veel. Ja, dat is een tier 2 mod. Oh, die is vroeg, de robbers. Nou, maar even een klein beetje. Aan aard. Yep, ik ben een beetje klein grut op aan het ruimen voordat ik mijn moedertje ga spelen. Au, oh, blauwe shit, au. Oh, nog meer blauwe shit. Een beetje aan elkaar. Auw, ik kreeg rots voor mijn bek. Kijk, kom maar op met deze hier. Kom weer zo'n kaart houden pas. Nee, hoeft niet. Jawel, want die dubbele blauwe shit, dat is dodelijk, voor mij in ieder geval. Mij ook. Oh, hoor je niks zijn dood. Yep. Zijn niet dood, dood. Mijn enkel blauwe shit zelfs. Scheelt dus wat je kunt doen, Roach, die kom zo aan, Roy. Die hunts en die bounties kun je blijven doen, hè? Een pakje, ja, Roy, helpen. Dank u. Nu heb ik dat verder nog niet gedaan. Moet ik eigenlijk wel doen voordat aankomende week de patch komt. Ja, doet allemaal ouw. Doet hele vele ouwe. Vuurbal voor mijn bek. Hey, ik hoor een drop in de hele tijd. Wat doen die? Ja. Zo, ik hoop dat ze stopt met interrupten. Dus niet. Dus lief. Oh, beetje achter ons.
Niet zomaar omdraaien. Dat vind ik niet fijn. Gewoon die kant eruit kijken. Oh. Dank u wel. Activate the shields. Ah ja, de eerste patch met balancing en zo, dat zal aan dit weekend zijn, hè? En zulke fixes mogelijk. Oh, we hebben overbekten trouwens. Echt niet. Wat een bug leek. Ik ga niet in bug leek. Ik ook. Ik heb over een lange nooit vandaag. Poison bleed. Er komt een treintje aan. Zo'n dash. Zoveel op mij af. Dat is mijn doorgehaald. Ik hem. Nee, ik. Ik ging dood. Kentje haalde mij in. Vogeltjes. Ik ben al bezig. Godverdomme, net die door als je op de grond staat. Was die andere vogel daar? Zoek de trickster en je vindt al het goede spul. Langer kon ik ze niet bezig houden. Incoming. Oh, kun je weer de schrapte? Ah, komt moeder Kulk aan. Even. Kut. Weapon cooldown. Hey, wel rustig, Roach. Krijg ook zo badje in. Ik doe mijn best. Oh, ik ben beneden. Daar ben ik ook even safe. Die grote sneer eindelijk. Ja, er zitten meer grote. Ja, één van die grote sneer zei ik ook, hè. Oh, oké. Okay. Stond de grote sneer, ik denk.
Zo. Springbeesten eruit jagen. Ja, was ook al mee bezig. Nou, daar komt de baas. Printjes bij zich. Blijf maar hierboven, die komt vanzelf al omhoog. Oké. Okay. Ja, we gaan naar boven. Ik moet reloaden. De eerste blauwe plek ligt hierboven al ergens. Wat de... Oh, ik ben dood. Yep, ik heb geen leven terug van mij al reën. Nou, daar is het opnieuw. Mm-hmm. Jongens, wat is het eigenlijk niet meer? Ik bekrooi wel. Goed uit, want ik denk niet dat ik nog veel ultra's heb nou. Nee, daarom. We gaan eens even kijken. Met eraan, jongens. Ja, ik moet even weg daar. Zo, weer een jumper minder. Heb je daar nog aan jouw kant staan, hoi? Niks meer. Alles heb ik hier gekild. Daar ergens blauw. Screw it. 1,3, 1,4. Oké, okay, zo. Cold, rewarded. Dat doet hij dan, die gaan ze nu, hoor. Ik kan niet wel zoveel klappen vangen, jongen, echt. Ja. Ja. Ik kan tanken, maar poch. Dat is een beetje te veel, het goede. Oh ja, wil je zeggen dat je slaag krijgt? Ik krijg niet zozeer slaag, het is meer die blauwe shit die je ziet op de grond die mij kilt voordat ik eruit ben. Die blauwe shit trekt mij allemaal aan een stuk als ik niet oplet. Oeh! Oh, wow, 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 wow! Jullie zijn, ik zat er drie tussen zitten. Ik wil deze vaker doen, jongens. Oh. Volgens mij alleen drie. Mag ik niks in maar goed. Maar het zijn er drie. Gekregen. Het zijn er bij mij drie die
Niet in ieder geval voor mijn beeld gebruiken, maar... Grim Inventor's Boots. Hey, ik ben twee keer minder plat gegaan dan de vorige keer. Hey, daar. Ik ben even vaak plat gegaan als de vorige keer. Ik ga plat, dat is niet goed. Waar wow, ligt gewoon net aan. Ik bedoel, als je dood gaat, ja oké, okay, snap ik dat je daarna wil kijken. Maar als je gewoon een keer plat gaat, dan moet je razen, is op zich geen ramp. Je doet met die kinetic storm die echt het grootste gedeelte van je damage pas. Die raak je dan wel kwijt als je die dat andere wapen pakt. Kinetic storm bollen daar is bij je. Nee, die, van je wapen. Kinetic storm, ja. Dat doet meer damage dan je storm heb. Ja, dat pakt echt niet maar uit. Dat is niet spannend. Ja. Zeg, een hele vette assault rifle. Alleen al dat iedere seconde mijn shot slow geven. Ik moet wel zeggen, ik heb behoorlijk wat van die crown of die droppot resources nu. Ik hoop, ze gaan er ook heel snel door. Ik krijg hem met mijn ding niet getrokken. Titanium op het moment. Serieus, ik krijg veel meer titanium binnen dan dat ik opmaak eigenlijk. Oh nee. Daar ook op dit moment. Ik krijg meer binnen dan ik opmaak. Nee, maar ik moet 2 rondjes titanium kopen om 1 upgrade te doen van de 5. 6, sorry. Doe je alles dismantelen of doe je het verkopen? Het verkopen. En dan koop je titanium? Ja. Nou, oh, we hebben het ook gedaan, Chris. Tot je titanium even niet nodig hebt. En dan ga je dat in principe stacken door met de disenchanten. Ja. Het is nou... kan iedere 2 matches die we eigenlijk doen, kan ik 1 gearpiece 1 leveltje omhoog zetten. Serieus? Ja, dat dus... je zo erg titanium binnen? Nee, het kost 715 om van 47 naar 18 te gaan, naar 48 te gaan. Zeg maar iets van 200 staan een beetje. Ik had afgelopen ronde had ik 1200 titanium erbij gekregen. Dat haal ik niet. Dat ik minder krijg omdat ik plat ga? Nee. Zo even sterk. Moet wel, want ik krijg van de dingen zelf bijna niks. Ik moet echt van mijn gear klein maken hebben. Of verkopen bedoel ik. Ik kan alles op level 5 nou.
moet nog twee items. Ik moet nog mijn off-wapens. Ik moet nog mijn off-wapens, zo. En ik moet nog heel veel close range damage shards hebben. Maar ik heb mijn armor en zo heb ik nog wel inderdaad allemaal gemaxed. Ik zit nu op 67,4 physical damage reduction. 67,4 zeg je. Ik zit op 67,3. Met 105k armor. 106. Dus ik... jouw punt 3 is mijn punt 4. Ja. 212 ook nog. Boy, 45% damage erbij gekregen van dit uit. Dat is gewoon bijna 100k firepower, gek. Poch. Hoeveel firepower heb je? 100k op dit moment. Heb je meer firepower dan mij? Ja, als ik foto's vind, hè. Meer zinnen. Ik heb 120k firepower op hem. 61. Ja, we hebben die drones. Dat ligt gigantisch aan. Ja, dat moet dan erop, hè? En dan... Want die hebben we nou niet aanstaan. Ik kan er eentje doen. Ik ga in ieder geval de stream uitgooien. Dus laat genoeg voor vanavond.